Harry? Harry? En wie is Harry? Een knipper. Breda nu? Je weet het meteen! Van 23 januari tot en met 2 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. In de Centrale Bibliotheek van Breda wordt elke woensdag voorgelezen. Ditmaal uit de prentenboek van het jaar 2019, een huis voor Harry. Wat is het doel van die Nationale Voorleesdagen? Nou, wij willen promoten dat. Ze... In aanraking komen met zijn boeken. Maar vooral vinden wij het ook belangrijk dat ouders leren hoeveel plezier er zit in het voorlezen. Bent u hier voor het eerst vandaag? Nee, we zijn hier niet voor het eerst. Ik ben nu hier met mijn zoontje en met mijn dochter. En we waren leuke nieuwe boeken aan het uitzoeken. En die voorleesdagen die bestaan al uh, sinds 2004. Het is een initiatief van Stichting Lezen. Maar merk je niet dat gedurende al die jaren dat er minder animo is? Omdat ja, de kinderen hebben een mobiele telefoon of ze spelen op de telefoon van de ouders. Is die animo, hoe is dat de laatste jaren? Nou, de doelgroep van met name de Nationale Voorleesdagen is gericht van 0 tot 6 jaar. En het speerpunt ligt dan bij 3, 4-jarigen. En gelukkig hebben die nog geen mobieltje. Ja. Uh, ouders zien wel het belang in van goed voor te lezen. En uh, die zien ook wel dat daar... Uh, Resultaten mee te bereiken zijn. Dus voor met name de jonge kinderen loopt het nog niet zo terug. Daar wordt echt, uh, ja, daar zien ze wel dat lezen belangrijk is. Maar je hebt een mooi poppetje gekregen, zie ik. Wie is dat? Harry. Harry. En wie is Harry? Een kniffer. Een knuffel? En waar ken je Harry van? Van het verhaal. Van het verhaal, ja. En uw collega las net voor uit het Huis voor Harry, hè? dat is het prentenboek van het jaar 2019. Maar het is elke week hè, dat er wordt voorgelezen. Ja. Elke week uh, op de drie vestigingen. Dus dat betekent in de Noord, in het Zuid en hier op de Centrale. Wordt er voorgelezen, altijd om drie uur. Uh, bent u van plan om hier vaker te komen met de kinderen? Nou ja, dat, uh, dat gaat wel goed lukken inderdaad. Dat, uh, het is wel echt uh, het is wel leuk. En ook gewoon leuk dat je dan ook weer wat andere boeken uh, ja, ziet en hoort. En dat ook eens iemand anders voorleest. Breeder, nu. Je weet het meteen.